Mark Wessels, je bent manager van de Boedelshop. Van harte gefeliciteerd met jullie eerste lustrum. Dankjewel. Wat voor Boedelshop zijn jullie precies? De Boedelshop is een sociale onderneming waarbij we artikelen verkopen van ondernemers die genoodzaakt zijn om te stoppen met een onderneming. En wat voor artikelen of producten verkopen jullie zoal? Dat is van alles. Dat is maar net welke ondernemer er voorbij komt. Dus we hebben decoratie, kleding, sportartikelen, interieur. Noem het maar op. We verkopen eigenlijk gewoon echt wat er voorbij komt. Ja. Kun je zeggen welke klanten bij jullie komen? De klanten die bij ons komen, dat is eigenlijk heel erg divers. We hebben bijvoorbeeld spullen voor kinderen, volwassenen, ouderen. Maar ook met betrekking tot budget of iets dergelijks is het ook heel breed. Dus eigenlijk zeggen we altijd iedereen is onze klant. Jullie verkopen meer dan producten en artikelen alleen. Jullie leiden ook mensen op. Kun je daar iets over vertellen? Exact. Wij proberen de sociale kant van de onderneming ook heel sterk neer te zetten. Dat betekent dat we aan de ene kant een goede werkervaringsplek bieden voor vrijwilligers. Maar ook aan de andere kant een goede leerplek te zijn voor studenten. Bijvoorbeeld van het ROC of Erasmus. De Boedelshop heeft alle kenmerken die een winkel heeft. Dus het geeft een hele leuke wisselwerking en een hele leuke dynamiek. Het is misschien een misverstand om te denken dat jullie een soort kringloopwinkel zijn. Zeer zeker zijn we dat niet. We hebben alles wat hier is nieuw. Het zijn kwalitatief mooie producten. Wij geven alleen een mooi kortingbedrag. Dus we proberen de artikelen voor een mooie prijs aan te bieden. Zodat het aantrekkelijk is voor de mensen om hier dat te kopen. Aan de andere kant, dat proberen we ook om wel de opbrengst per product zo hoog mogelijk te hebben. Want de opbrengst van alles wat hier gekocht wordt, gaat terug naar die ondernemers die genoodzaakt zijn om te stoppen. Dus we helpen hun door de verkoop van deze spullen om hun restschuld te beperken eigenlijk. Dat klinkt alsof je de toekomst positief tegemoet ziet. Nou, dat zie ik ook zeer zeker. Dat heeft zich ook bewezen de afgelopen 5 jaar. En absoluut naar de toekomst toe. Hebben we heel veel vertrouwen dat we gewoon iets moois kunnen betekenen en kunnen blijven betekenen. Dus over 5 jaar sta ik jou te interviewen in verband met het tweede lustrum. Nou, daar gaan we voor. Absoluut.